Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94 en je kijkt naar weer een nieuwe opruim video, everyday make-up video. Ik heb wat dingen hier uitgestald die niet altijd uitgestald liggen, maar toch, het is alweer december, dus ik dacht het is tijd voor een everyday bakje van december. Voor januari komen jullie wel een everyday bakje, krijg je wel een everyday bakje te zien, maar niet zo'n opruim switch video, want eind deze maand... Ik weet niet of die dan ook eind deze maand online komt. Of misschien pas begin volgende maand. Of gewoon ergens halverwege deze maand. Ga ik mijn make-up stash weer declutteren. En een make-up inventory maken. Ik zal hier in het i'tje linken. Die van vorig jaar het make-up inventory. En wat declutter video's. Ik weet niet of ik daar een afspeellijst van heb. Ik ga even snel beginnen met dit bakje. Want dit is mijn everyday bakje. Dit is gewoon een schoon zakdoekje. Maar daar heb ik wat swatches aan afgeveegd. Die heb ik altijd gewoon eentje liggen. Om haren op te vangen, want ik borstel ook altijd mijn haren als make-up ga doen. En eentje voor mijn kwasten schoon te maken. Dus ik heb altijd een pakje zakdoeken hierin. Ik weet dat ik hier een vraag over krijg. Deze zijn van DM in Duitsland. Dit was de Born to be Lazy collectie zakdoeken. Shoplog staat hier in het i'tje gelinkt. Ik heb ook altijd een spiegeltje die wel dringend schoongemaakt mag worden. Dus die leg ik even apart om schoon te maken. Dan heb ik laatst een hoop hierin gemieterd. Ik heb hier een doos met producten die ik een tijdje in een kast heb staan. Gezet gehad, weet ik het allemaal. Omdat ik toen heel veel van United Wardrobe had besteld. En dat soort dingen wil ik allemaal testen. Toen kwam mijn blog stil te liggen, dus ik leg het even apart. Dus hier gaat nou heel veel naar mijn stash. Dit is een ander doosje met bestellingen. Allemaal, komt daar ook allemaal. Mijn lipsticks, dit komt dadelijk. En dat zijn dingen die ik al eruit heb gehaald uit mijn collectie. Komt daar ook ter sprake. Ik ga het even gewoon hier voorhouden. De poeder die ik iedere dag gebruik. Ik heb wat andere poeders meegenomen. Krijg je die ellende weer. Dat ik ook nog een tas heb met die ik dus in mijn everyday bakje heb. Ik haal even de parfums op eerst. Oh, ik doe het anders. Ik haal eerst deze tas leeg. Oké. Parfums. Omdat het feestdagenperiode is, wil ik de Xmas Factory parfum van Essence erin. En de Black Musk heb ik ook een keer met kerst gekregen. Het is een beetje kerstgeuren. Dus ik ga even kijken wat ik daarmee ga doen. Die gaat in ieder geval in mijn collectie erbij. Zo, dan is dat alvast gebeurd. Volgens mij heb ik één poeder. Die wou ik er gewoon bij. Want het is een losse poeder van Effect. Dus ik hou deze er wel in. En dan gaat deze er gewoon even bij deze maand. Ook een nagellakje voor kerst gaat erbij. Een hele mooie van P2. Een hele mooie kerstkleur, al vind ik zelf. Ik wil misschien nog een glitterlak kopen. Maar voor nu gaat deze mijn nagellak. En de nagellakremover gaat er ook bij. Want die had ik nog niet opgeruimd. Dan is deze in ieder geval leeg. Hoppa. En nu ga ik gewoon per categorie eventjes kijken. Mijn fixing spray van Urban Decay blijft erin. Dan heb ik deze primer. Ik wil... Ervan staat een review, soort van review vergelijk artikel, video, half half online. Ik weet niet waarom ik deze erin heb gedaan, want ik wil nog een primer testen. Waarschijnlijk om die reden. Dat ik deze met feestdagen wil dragen als die andere. Maar ja, ik merk nu dat ik vaak al een primer misgrijp. En die andere moet ik gewoon nog testen in de video. Dus deze voor nu tijdelijk. Mijn foundation die blijft. Dan gaan we maar meteen verder op oogschaduw. Deze heeft bijna het hele jaar in mijn everyday bakje gezeten. Maar ik heb de maand december geen werk, dus die gaat eruit. Het Sleek Garden of Eden palet wou ik voor de herfst nog een keer gebruiken. Dus die heb ik in de maand november gebruikt. December is de switch maand tussen herfst en winter, dus deze gaat er ook uit. En ik ben natuurlijk best wel verslaafd aan oogschaduw paletten de laatste tijd. Dus geen gebruik uit oogschaduw. Dan heb ik mijn Nabla Quattro. En hiervan wil ik, omdat ik ook mijn Morphe palet heb. Met Makeup Geek, MAC en Nabla oogschaduws erin. Oeh, meer ruimte. Wil ik even kijken welke ik... want dan ga ik alleen het Quattro ga ik in mijn collectie doen deze maand. Pegasus wil ik erin houden. En Millionaire, volgens mij is dat deze. Oh, Millennium. Deze wil ik erin houden. Absinthe. En deze denk ik. Alchemy. Ja. En dan gaan deze twee hierbij. Dan pak ik even dat doekje om mijn paletje schoon te maken. En dan doe ik deze. Erin en dan heb ik een kwadrotje. Deze blijft. Deze gaat naar mijn stash. Dan heb ik hier nog meer palettes. En deze zat al in mijn collectie. En van de ene kant wil ik die gewoon graag in mijn everyday bakje. Die wil ik erin houden omdat ik helemaal verzot ben op Chaser als overgangskleur. Dat is de tweede kleur. Ja, jullie kunnen het bijna niet zien. Deze een beetje grijs
beige kleur. Om nou een heel palet voor één kleur erin te houden. Ik heb namelijk ook nog wat andere paletten uit mijn collectie meegenomen. Het Naked palet, Naked 1, want die heb ik natuurlijk vorig jaar met mijn verjaardag gekocht. En dat is in januari geweest, dus die heb ik mij toen een paar maanden gebruikt, maar nog nooit met kerst en oud en nieuw en zo. Dus ik denk dat ik hier wel iets leuks mee kan, dus deze blijft sowieso. Of komt er eigenlijk sowieso in. Dan heb ik nog twee chocolate bars van Art Makeup meegenomen. Ik zat een beetje te kijken naar welke ik het best kan gebruiken voor kerst en dat soort dingen. Dit applicatortje gaat er in ieder geval uit. Ik wil ergens anders voor gebruiken. Ik ben dol op die cranberry tint. Maar die zit natuurlijk ook al in mijn ander palet. Ik denk dat ik deze gewoon in mijn stash hou, zeg maar. In mijn normale stash. Dus die gaat weer terug. Dus die had ik vorig jaar ook met kerst op. En deze doe ik dan in mijn everyday bakje. En dit is het Salted Caramel palet. Volgens mij kreeg ik die vorig jaar met kerst. En dan laat ik het Naked Heat palet er nog heel even in. Voor als ik mijn overgangskleur nodig heb. Deze twee testertjes die gaan eruit. Oh, wacht. Nog een oogproduct wat eruit gaat. Die heb ik er plots in moeten gooien afgelopen maand. Want ik had een crematie. Dus die gaat eruit. Overal liggen haren. Welcome to my life. Als er ergens geen gebrek aan is in mijn collectie, dan is het wel highlighters. En gezichtsdingen. Dit is een stapeltje die uit mijn stash gaan. Of in ieder geval uit voor nu. Deze gaat terug mijn stash in. Nee, die ga ik meteen declutteren. Dat scheelt me volgende maand wel weer één product. Maar liever dat die er nu uit gaat dan dat ik denk... Dus deze gaat weg, want die heb ik wel veel gebruikt deze maand. Maar ik zie er toch eigenlijk niet zo heel veel van. En dan koop ik liever een andere blush of iets. Kijk wat erop lijkt. Of ik hou me nog in om te kijken welke erop lijkt. Ja, doen we dat wel gewoon. Maar dan gaat die komende maand weg. Deze is toch meer voor het voorjaar, dus die gaat terug in de collectie in. Dit Ethos contourpoeder ga ik wel meteen gewoon weggooien. Want die is veel, of in ieder geval wegdoen, want die is te poederig voor mij. Misschien kan ik er iemand anders blij mee maken, maar ik vind hem... Ja, ik ben daardoor niet zuinig ermee in gebruik. En ja, omdat ik al snel te veel pak, hij is te poederig voor mij. Dus die gaat naar iemand anders. Deze blush van Ethos is te donker voor mij. Dus die geef ik aan mijn nichtje, want die is een stukje donkerder. Een van mijn twee nichtjes die een stuk donkerder is. Deze highlighter gaat terug mijn collectie in. En deze van Hot Makeup, die ga ik ook weggeven, want die is te wit voor mij. Dus gewoon één witte streep. Dus dan kan ik misschien een vriendinnetje die lichter is dan ik blij mee maken. Dan heb ik gepakt uit mijn collectie... Voor kerst de Mary Berry highlighter. Wat ik vond dat ik moest gebruiken naar kerst. En voor de winter deze blush. De Winter Wonderful blush. Die wil ik erin doen. Ook wil ik deze blush erin houden. Sleek Rose Gold. En dit paletje gaat erin voor de contourkleur. En misschien voor de blush. Maar het palet wat ik erin hou is deze. Omdat deze dan meer om te bronzen. En deze meer om te contouren. Die ik er natuurlijk ook met de feestdagen in wil houden. Is MAC Soft and Gentle. En dan zou je denken dat het bakje vol zit. Maar we hebben nog een hoop. Dus ook dat ga doen. Dat weet ik nog niet. Ik heb deze Laura Geller Baked Gelato Swirl Illuminator. Eigenlijk is die voor nu, voor mijn gevoel, iets te peachy voor mij. Dus die gaat terug mijn collectie in. Dit is Peach Glow van de Verrassing. Dus die gaat... Oh, dit tasje zit helemaal vol. Terug mijn collectie in. Of in ieder geval terug. Die gaat voor het eerst mijn collectie in. Want dit is ook zo'n product wat ik dan ergens in gemieterd heb. Oh ja, deze geef ik weg. Dan dit doosje. Deze is van een bestelling die ik heb gedaan. En die dan is ingepand. De Stila Heaven's Hue Highlighter in Transcendence. Dit is die soort van putty highlighter. In een beetje een lila paarse kleur. Vind ik echt super tof. Dus die wil ik moeilijk houden nog wel even. Nog een highlighter van Freedom. Die is vrij goud. En ik heb nu al die Mary Berry highlighter erin. Dus deze gaan in mijn collectie. Dan heb ik Milani Baked Blush in de kleur Berry Amour. Ik heb het kwastje er al uitgehaald. En deze vind ik wel echt heel tof. Dit is een beetje een bruinige kleur. Die ik maak ook in mijn collectietje nu. En de Milani Powder Blush in Romantic Rose. Ja, ook prachtig voor deze tijd. Denk ik. Die lijkt een beetje op die van Catrice. Die ik misschien die ik dus weg wil doen. Nou ja, in ieder geval deze dus. Die gaat er ook in. Dus dit doosje in ieder geval leeg. Maar wil bij mij niks zeggen. Deze kwast wil ik nog testen in een video. Dus die gaat nu daarin. Deze kwast die ga ik wel gebruiken in een video. Dit is eentje van BH Cosmetics. Een blending brush. Maar die gaat voor nu bij mijn kwasten. Want ik grijp heel vaak mis op mijn blending kwast. Twee oogschaduws van Revolution. Een paarse en een bruine. Ik had gezegd dat ik hier nog een look of zo mee wou maken.
Maar ik ga deze twee gebruiken om te spelen met swatches. Daar kunnen jullie een artikel van zien. Want ik heb mijn blog weer een soort van herpakken. Niet iedere week, iedere dag, weet ik het wel. Ik ga proberen één keer in de week minimaal een post te plaatsen. Dit paletje heb ik besteld op United Wardrobe. Zoals je kunt zien aan de verpakking is die heel zomers. Dus die gaat terug mijn collectie in. Of die gaat naar mijn collectie, moet ik zeggen. Dit paletje van NARS heb ik ook besteld op United Wardrobe bij Robin. En Robin heeft volgens mij nu alleen maar een Instagram blog. Maar die heeft ook YouTube gedaan en een blog gehad. Eerlijk, ik heb dit palet nog nooit aangeraakt. Maar het ziet er meer lenteachtig uit. Het gaat ook naar mijn collectie. Dan gaan we verder. Oh, ik was al bang dat dit ging komen. Deze heb ik zelf gekocht. Deze NYX oogschaduw in Fireball, dacht ik. Ja, super mooi. Dus die ga ik ook gebruiken om te spelen met swatches. En ja, wie weet, komt die van toepassing? Of komt die van pas? Dus ik ga het eventjes bij het bakje voor blog, video dingen. Deze bronzer. Ja, deze collectie heb je nooit kunnen zien op mijn blog. Ik moet niet zeggen. Bronzer en highlighter van Catrice. Die gaan al bij naar mijn collectie. Deze ook van United Wardrobe. De Wet n Wild Fergie highlighter. Ik wil hem toch wel een paar keer gaan gebruiken. Dus die gaat ook bij mijn dagelijkse bakje. Zo vol door die palettes. Ja, wat kan er eigenlijk nou beter in de feestdagen gebruikt worden dan deze? En daar heb ik dan ook nog deze van. Ja, ik wil ze wel gebruiken. Deze gaat naar mijn collectie. Want dit is sowieso niet voor nu iets. Oh, deze van Colourpop heb ik ook van United Wardrobe. En die heb ik wel veel gebruikt. Wauw. Nee, die gaat ook wel naar mijn collectie. Petal Powder van MAC. Power, niet powder, Elina. Hij is zoals je ziet veel gebruikt. Maar dat is door de vorige eigenaar. Want deze heb ik ook van United Wardrobe. Ik weet alleen niet of die echt is. Twijfel ik heel sterk aan. Ik doe die even naar mijn stash. Deze gaat naar mijn stash. En deze drie blushes van mij heb ik ook van United Wardrobe. United Wardrobe voor de zomer naar mijn stash. Plum Foolery. Het is wel heel tof, hé. Oh man, ik krijg een hartvlam van. Hij heeft overleefd. die gaat ook naar mijn stash. Die gebruik ik voor de maand dan wel ofzo. En deze is Feeling Flush. Gaat ook naar mijn stash. Een Inglot blush, volgens mij. Ah, ik zal van de mensen waarvan ik het nog weet, of als ik het heb gevonden, en ze hebben een blog of een Instagram ding, net als Robin bijvoorbeeld, dan zal ik het even hieronder linken. Deze Inglot blush heb ik volgens mij van Priscilla, dacht ik. Dat is wel echt heel tof, maar niet voor nu. En ik heb al zoveel nu. Die gaat in mijn collectie. Deze twijfel ik ook aan of die wel echt is van Burberry. Dit is echt een hele witte kleur. Ja, gaat dan naar mijn collectie. Dit is een oogschaduw, maar die kan je ook als highlighter dan gebruiken omdat het zo licht is. Nog iets van MAC. Super mooi, super schattig. Die doe ik naar mijn collectie. Die speelt de lente en zomers voor nu. En ook aan deze twijfel ik van YSL. Die verpakking voelt echt cheap as aan. En dit is de kleur, hij is super mooi. En super gepigmenteerd. En veel te donker voor mij. Hier ga ik mijn nichtje blij mee maken. Dan was dit het doosje. Lipproducten. Er zitten hier als eerste twee babylips bij. Die echt wel heel herfstig zijn, dus die gaan eruit. Deze liquid lipsticks die gaan er ook even uit. Want die gaan er even niet. Deze lip liner gaat er ook uit. Oh, deze twee had ik er al uitgehaald. MAC Ambrosial. Die is veel feller. Dan dat hij er hier uitziet. Dus die is eigenlijk meer voor de lente of zo. En Milan Mode is ook gewoon te zomers voor nu. Deze gebruik ik ook gewoon nou even niet. Want die wordt bij mij best licht. Deze gebruik ik wel. Dan heb ik nog twee lipliners. Lip glosses. Lipliners, wauw. Die ik uit mijn stash heb gehaald. En voor de feestdagen heel tof vind. Gosh, een gouden glitter lipgloss. Heel mooi voor over rood. Die gaat er voor nu in. En een rode glitter gloss van Mua. Ook wel leuk. Of die gooi ik dan erbij in mijn tas of zo. Weet je, dat ik gewoon iets heb. En dan zit dan meer een gouden glitter in. Dus als ik dan die in mijn tas gooi en die opdoe als ik ergens ga eten of zo. Dan ben ik nog wel een rood fanaat. Want alleen ik draag het bijna nooit. Deze zat er al in. En die heb ik met Sinterklaas gedragen. Want we hebben 2 december Sinterklaas gevierd. Daar draag ik dan overheen. Nou gaat het komen hoor. Deze van NYX. En als lipliner eronder droeg ik die van Barbour. Maar die is nou eigenlijk te licht dus. Maar ik zit er sterk aan te denken. Ja, dat ga ik doen. Ik ga sowieso deze eruit halen. Want die is ook van de zomerlimitation. En ik doe Maleficent doe ik erin. Dat is deze. True Love Kiss van Maleficent collecties. En deze vind ik ook heel tof.
Ja, meer feestdagen dan alleen kerst. Deze, dus die gaat er ook in. Die is van Sleek uit de Gems of zo collectie van vorig jaar. De Lip Flip Semi Mat. Er is helemaal niks semi mat aan. Hij is hartstikke duochroom. Uit welke collectie was dat? Weet ik niet. Iets met Gems. De kerstcollectie van vorig jaar van Sleek. En daar heb ik ook al deze in zitten. Die is echt heel tof. Een paarse. Dus die hou ik er ook in. Deze lip cream. Die gaat er voor nu uit, want... Ik heb deze gekregen van onze goed heilig man. En die wou ik heel graag. Het lijkt wel een beetje op. Deze is van Maybelline. Kleur 50 Nude Trail. Deze. Dus die gaat erin. Lip liners. Ik ben echt wel van de lip liners de laatste tijd. Die van Essence vind ik echt top. Deze nude wil ik erin houden. En dan als ik een nude lip iets heftiger of iets smokier wil, gebruik ik een soort van nude paarse. Als ik echt... het donker wil dat ik deze erin doe. Be a game changer. Als ik meer richting het paars rooien wil. Of paars. Ziet er heel anders uit. Nou ja, deze gaat er ook bij. Dit is A Girl's Dream. Ik draag ook heel vaak gewoon een lip liner met bijvoorbeeld deze gloss erover. Of Fabi. Nog een de rode lip liner die ik dus in plaats van die van mijn Barbie is deze. En deze is dus van Essence. En dit is Ready for Red. Oh jee. Oh wacht, dit is een eyeliner. Grapje. Ik vind het wel vet om met de feestdagen een zilver eyeliner te doen. Maar die komt dadelijk. Dan heb ik hier nog wat lipsticks. Up the End. Vind ik heel tof. Ga ik hem ook in december nog dragen. No. Deze donkerpaarse heb ik deze maand nog niet gedragen. Maar hij is niet zo donker als die andere die ik wel heb gedragen. Die blijft er gewoon in. Een nude kleur van Catrice die er niet meer te koop is. Die wil ik er wel inhouden. Fabi blijft erin. Brave blijft erin. Want die ga ik op mijn kant opmaken. Gaat ook waarschijnlijk gewoon weer terug met tas in. Maar ik heb alles er voor uitgehaald. Oh ja, en Cream Sheen die blijft er ook in. Die vind ik heel tof om te mengen. Ja, ik heb hem laatst gemengd met een... paarse kleur, dus je moet even schoonmaak voeren. Ja, Fabi gebruikt trouwens ook best vaak om te mengen. Ja, er is overheen te dragen. Misschien is het wel vet om deze, die hele donkere, met cream sheen overheen aan te brengen. I don't know. Dit is in ieder geval nu mijn lipstickbakje. Ben blij. Die is in ieder geval opgeruimd. Wauw. Mijn bakjes. Iets wat ik deze maand nieuw heb gedaan, zijn deze twee oude Yankee Candle grote USA potten. Volgens mij zijn die USA only allebei. Hierin zitten mijn schone beautyblenders. En hierin doe ik de kwasten die ik ga uitwassen. Of beautyblenders. Dan is het tijd voor dit kleine potje. Want dit is echt een beetje een ramp. Deze bewaar ik, want die gebruik ik. Dit is mijn multitool. En als die kwijt is of verdwenen is. Of ik denk, ik gooi hem weg. Dan pak ik weer een andere bobbypin die ik vannacht hoor. Dit ding gebruik ik nooit. Dus ik ga gewoon bij mijn kwasten doen. Hoppa. Deze gaat naar mijn stash. Want ik heb nu een andere lipstick die ik gebruik. Dat is wel fijn of vind. Deze gaat ook bij mijn... ja, dit is natuurlijk onder een mom van als ik de wenkbrauwtechniek ga gebruiken. Maar de reden dat ik die wenkbrauwtechniek niet gebruik is... nou, dan komen we dadelijk wel. Dicht af bij mijn kwasten. En dan gaat deze bij de voorraadpadjes. Oh, haha, hier hebben we deze kwasten nog. Deze ga ik denk ik in een mystery bag doen of iets. Die ga ik in ieder geval wegdoen. Mijn potje met wattenstaafjes en andere wattenstaafjes. En mijn zeepblokje als scheidingslijn. Fantastisch geïmproviseerd, Eline. Dankjewel. Die hou ik zo. Oh, hier nog een lipstick die ik deze maand gekocht heb. Van MAC. Die kan wel uit de verpakking. Maar de verpakking wil ik bewaren. Nee, Eline. De verpakking ga je niet bewaren. Stommans. Dit is uit de kerstcollectie en die voelt super zacht. En ja, zacht. Klapt aan. Dat wordt, dacht ik. Deze lipstick. Die gaat bij mijn lipsticks. Want die vind ik prachtig. Kwasten. Laat ik daar liggen. Dit bakje. Nou, weet je, doe ik dit bakje meteen bij. Gewoon door elkaar gekomen. Mijn mascara van het moment, die blijft erin. Mijn wenkbrauw duo. En dit is dus de reden dat ik de zeeptechniek niet meer gebruik. Omdat ik gewoon deze wenkbrauw gel super chill vind. En deze Goop Proof vind ik ook super chill. Dit is de lipscrub die ik op het moment gebruik. Van Lush, de Sugar Plum Fairy. Beste lipscrub, smaak, combinatie, textuur, ever. Ik heb bijna alle Lush lipscrubs geprobeerd. Op de Santa nog eens die cola-achtige na. Vond bubblegum te zoet. Popcorn vond ik te zoutig of zo. Of te nep. Die mint, die vond ik veel te heftig. De producten die ik deze maand heb gekocht zijn de Posy Tint en de Go-Go Tint van Benefit. En dan de super schattige minis. Deze Posy Tint is echt veel te zomers. Die heb ik wel gedragen, maar die gaat nu in mijn collectie erin. En de Go-Go Tint, die bewaar ik. Maar die gaat uit het doosje. Want ik heb namelijk ook nog eentje die ik bewaar. En die ik deze maand dus eigenlijk heb ontdekt. Want
die lag in mijn stashje een beetje half verrotten, is de Benetint. En daar heb ik ook de kleine van. Die stop ik in hetzelfde bakje als mijn lipbalsem. Deze gaat er dus in. Dan heb ik nog mijn concealer. Die hoort eigenlijk in een bakje. Die stop ik daarbij. En mijn oogschaduw primer. Zo. Deze herfststick gaat eruit. En deze van NYX gaat er ook wel uit. Wat gebruik ik die nou? Nee, wacht, die van NYX die laat ik wel even in. Want anders ziet de bakje er ook zo karig uit. Oh man, dit gaat fout. Oh nee, toch niet. Hier, nog wat dingen die ik deze maand heb gekocht en die half in het doosje, half uit het doosje zijn. Mijn Go-Go Tint, die doosje gaat ook gewoon weg. Doosjes obsessie. Ja, deze doosjes zien er prachtig uit. Ik heb mijn eerste twee producten van Juvia's Place besteld. De doosjes gooi ik wel weg, want het is ten eerste veel te veel ruimte. Hop, dan plastic of papier. Restafval dan, hè, als er plastic of papier in zit. Dit gaat bij plastic. En deze, dit blush palet, ja, dit wil ik gewoon mee spelen deze maand. Die is best wel bruin eigenlijk. Oeh, die kan misschien als oogschaduw gebruiken. Oeh, hier ga ik echt mee spelen deze maand. Die leg ik even ernaast. Weet je, deze moet naast mijn bed. Ik leg hem even. Oh, waar is hij nou? Oh ja. Ik leg hem even op mijn Alice palet. En dit palet. Oh, weer een kwijt plastic. Dit palet heb ik al een beetje meegespeeld. Ah, ik zie het al. Mijn Urban Decay Heat palet gaat er nu uit. Urban Decay gaat terug naar de stash in. Want ik ga met dit palet spelen en hier zit ook wat matte kleur in. Deze lijkt een beetje op die ene kleur, alleen is deze iets groener of zo. Oh nee. Nee, die is gewoon bijna hetzelfde, joh. Dus deze ga ik daarvoor wel gebruiken als overgangskleur. Casey, die vind ik ook heel tof. Ja, dit is het The Magic by Juvia's palet. Zullen jullie ook wel met spelen met swatches iets van zien op mijn blog. Ik denk dat dit het was, jongens. Ik heb één doosje weten leeg te halen. Ik ga het even aan jullie laten zien. Dit is het Everyday bakje. Ja, een beetje overstroomd. Maar ja, feestdagen, excuus. Hier staan mijn bakjes. Is iets wat uitgedund. Mijn remover swatches. Gewoon een vaasje. En mijn bellenbloem. En mijn brush cleanser. Kwasten set. Kwasten die ik heb gebruikt. Palettes. Deze tas gaat allemaal terug mijn stash in. Als ik dit nog maar opgetild krijg. Oh ja, valt er mee. Dit gaat allemaal mijn stash in. Dit is wat ik moet gebruiken voor artikelen of video's. Puur daarvoor dingen of nog wil spelen. Of deze wil ik nog reviewen. Had ik mijn kwasten set. Oh, deze wil ik ook nog reviewen, joh. Ik zet ook even hierbij. Mijn kwasten. Dit moet ik schoonmaken. Deze gaat ergens anders heen. En dit krijgt een ander huis. Dan moet ik ook nog even bedenken waar ik dat ga laten. En ik heb hier een soort van ruimte. Yes! Blij. Happy. En mijn lipdingen en zo staan allemaal in deze kast. Top! Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Tot de volgende keer en tot ziens. Doei!